Evenementenorganisator Robin Hagens van Hagens Events stopt met het Arnhemse festival World Living Statues, omdat hij het bedelen om subsidie beu is. Hermien van den Burgt, voormalig kampioen Living Statue, legt uit waarom Living Statue stopt in Arnhem. Er is niet voldoende geld om het te organiseren. Het subsidie is niet toereikend om een wereldkampioenschap in Arnhem neer te zetten. Ik vind het heel jammer, want het zet Arnhem op de kaart. Het is een festival wat echt gewoon voor iedereen erg leuk is. Het is een vriendelijk kampioenschap. Mensen kunnen er inspiratie uit halen. Ook in Arnhem heb je de mooiste beelden. Ook al zie je beelden op de Ramblas, maar toch in Arnhem komen de nieuwste, de mooiste beelden. Het zien er heel verzorgd uit en dat maakt Arnhem echt wel heel uniek. Hoeveel jaar heeft u eraan meegedaan? Nou, ik ben al vanaf het hele begin, vanaf 2005 was mijn eerste beeld. En ik heb bijna elk jaar meegedaan. Twee jaar niet, twee of drie jaar niet. De rest was ik steeds bij het kampioenschap aanwezig. Met iedere keer een nieuw beeld. Arnhem is Living Statues, dat hoort bij Arnhem. Ook al is het kampioenschap in een andere stad, dat zal altijd zeer doen. Blijft een open zenuw als het in Nederland, in weet ik welke gemeente, in Apeldoorn of waar dan ook. Dat voelt niet goed. Het hoort bij Arnhem. Daar is het ooit begonnen. En daar heeft de organisatie ontzettend veel passie voor gehad. Liefde en ingestoken. En dat doet zeer. Op 5 en 6 oktober dit jaar vindt de laatste editie van het World Living Statue plaats.